Ja, en dan is dat album dus nou een paar maanden uit. Komt er nog een single aan? Ja, ja, ja. En toevallig dat ik aanstaande maandag weer naar Amsterdam moet. En dan gaan we daar weer over vergaderen. En nou ja, er is mij hier net, hebben we het ook een klein beetje aftasten van nou, wat zouden jullie ervan vinden, dit en dat. Komt momenteel ontzettend veel uit, dus we hebben de tijd nog. Maar we zijn met één liedje bezig en die vind ik zelf persoonlijk ontzettend mooi, omdat er ook een verhaal achter zit. Dat is tevens de titelsong ook van het album, Zolang er een droom bestaat. En dat zou hem best wel eens kunnen gaan worden, ja. Maar wat is dat verhaal wat erachter zit? Nou ja, ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. Kijk, tegenwoordig heeft iedereen wel iets of iemand in zijn familie ja, met ziekte of weet ik veel. Je kan het liedje zelf breed, je kan er van alles van maken. Maar het is gewoon een heel mooi bijzonder liedje. Zolang er een droom bestaat, is er een morgen. Dat jij met een lach ontwaakt op jouw gezicht. De dag krijgt de mooiste kleur en kent geen zorgen. En als we het over dromen hebben, wat is jouw grote droom? Daar zit ik middenin. Ja, ik bedoel, als je al 10 jaar van je hobby je werk kunt maken. En met al die positiviteit die er op dit moment rondom me heen is, zit ik midden in mijn eigen droom. Ik bedoel, dit had ik 10 jaar geleden nooit verwacht dat ik zover zou kunnen komen. Ik bedoel, je staat nou, toch tegenwoordig wel tussen de grote namen van Nederland. Je staat er wel tussenin en op de posters. Nou, hoe gaaf is dat, Roderick? Of niet? Ik dacht heel mooi. Ja, vind ik wel. Ik bedoel, we hoeven allemaal elkaar helemaal niks te verbeelden, hoor. Doe lekker normaal, doe je ding en zie maar hoe ver dat je komt. Ik sta er heel erg nuchter in. Ik heb vroeger altijd in de bouw gewerkt. En stel je voor dat er straks een moment komt van dat je niet meer kan verdienen op deze manier. Dan gaan we gewoon lekker weer aan het werk. En ik bedoel, wat wil ik nou nog meer? Ik heb door de week mijn 2 kinderen lekker bij me. 'S weekends leef ik van hetgeen wat ik fantastisch vind om te doen. De positiviteit van het publiek om je heen. En ja, fantastisch. Gewoon waanzinnig. Als we even naar het anders kijken, TV Oranje. Wat vind jij nou zo mooi aan TV Oranje? De cameraman, hè? Ja. Ja, kom eens even in beeld, want hij komt nooit. Kom. Dit is hem. Dit is mijn grote vriend. En wat vind jij nou van TV Oranje? Ik vind TV Oranje, dat is een van de betere zenders van Nederland. Die elke Nederlandse artiest een eerlijke kans geeft. Zijn jullie al supporter van TV Oranje? Wil je, denk ik het goed, William? Ja, je hebt het goed gedaan.